Eenmaal voorbeeld, je wint van ADO, ja, dan vonden ze dat prachtig. En dan trok hij zijn en dan, trok hij, dan gaf hij nou alles wat, ja. En wat voor bedragen moet ik dan denken? Nou, dan ga je redelijk dan. Dat rasfijnorde Jan Boskamp gek is op voetbal, dat weten we inmiddels. Met zijn scherpe en vermakelijke analyses heeft hij bij een nieuwe generatie naam gemaakt. Maar Boskamp kon ook een aardig potje voetballen. Op zijn 17e stond de middenvelder al onder contract bij zijn clubpie uit Rotterdam-Zuid, waar hij in 1969 zijn eerste landstitel veroverde. Met lichte tegenzin werd hij het seizoen erna verhuurd aan Hollandsport uit Den Haag, waar hij uiteindelijk een fantastisch jaar beleefde. Boskamp kijkt met veel plezier terug op zijn uitstapje. Hup. Twee. Zo, we werken allemaal. Kom op, we werken allemaal. Dit is Dirk Nijs, eind jaren 60 manager van de club. En dit Cor van der Hart, die in 1966 Dennis Neville als trainer opvolgt. Hoe ben jij eigenlijk bij Hollandsport terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Ik was bij Feyenoord en Feyenoord had een middenveld, dat was weergeloos. Het beste wat ik ook bij Feyenoord heb gezien. Dan had je Willem van Haneren, Wimpy Jansen en Frans Asiel. En ik stond daar maar te wachten. En ik geloof dat oma Dirk Nijs naar me toe kwam. Hij zei, kon lekker een jaartje bij ons spelen. Ik zat het leger. Dus ik lag in Den Haag, in het hoofdkwartier in Den Haag. Op de hele brede laan, weet je wat. Dat ik zo naar het strand ging, geloof ik, weet ik wat. Dus ja, dat was allemaal geregeld voor mij. En dat was ideaal om dan Hollandsport te spelen. Ja, plus, ja, het enige negatieve droom was gewoon dat Feyenoord toen dat jaar de Europa Cup won. Dan baalde ik wel van onze steken. Niet dat ze Europa Cup wonnen, maar dat ik er niet bij was. Maar ik heb een fantastisch jaar gehad. Zo jongens, we gaan ons rustig klaarmaken en denk erom aan de opdrachten die ik mij heb gegeven. Hè? Denk aan de huur ook vooral. Frans, aan de poen. Ja? Robby, Christus, een jongen die graag dolt met je. Pak aan. Ja? Frans, je weet wat ik je gezegd heb van Charlie ja. Boswell. Als je gaat pissen, ga je mee. He? En pak hem aan. Wat me opvalt, de trainer die zegt, denk aan de huur. Ja, dat werd gewoon gezegd door de trainer. Hey, als je wint, krijg je premie. En dat was meneer Kroesemeijer. Als je dan heel gelukkig was, ja, dan lag je ook nog wat op tafel. En die Kroesemeijer, wat was dat voor figuur? Die tikte af dat en toe was een oud ijzer of zoiets, denk ik. Zo'n soort lorenboer, maar wereldfan was dat. Gewoon, hoe heet dat? Ja, je moest hard werken, want dat hebben we uit moeten doen. Tijdens en altijd. En als je, bijvoorbeeld, je wint van ADO, ja, dan vonden ze dat prachtig. En dan trok hij zijn en dan, trok hij, dan gaf hij nou alles wat, ja. En wat voor bedragen moet ik dan denken? Nou, dan ga je redelijk dan. Ik er ook nog wil, dat allemaal. Misschien nog even vertellen, wie was Hans Kattenburg? Nou, Hans Kattenburg, ja, die was ook een van de bestuursleden. En die deed in het goud. Dus elke keer die we wonnen, kregen we een balletje, zo'n balletje. En goud was, ja, beels. En dat, hij was altijd, elke dag kwam die, als we moesten trainen, kwam hij mee trainen. En dan zie je Hans Kattenburg, die, geloof ik, ja, een jaar of 50. En die speelde met de pros mee. En dan ging je, ja, dat kan toch niet. Maar dat kon allemaal. Dat was onvoorstelbaar. En Van Beveren pakt Sjaak Roggeveen vast. Dat is dus een zuivere penalty. Maar de scheidsrechter die floot de andere kant op. En het was een vrije trap voor Van Beveren. En toen kwamen er een hoop bierflesjes het veld op. Zeg, laat ze niet met flessen bier gooien. Herinner je nog? Ja, dat je wist het niet meer, maar wat zou me vertellen wel, dat herinner ik me allemaal. Er zijn al die mensen, ja, die cruisen mij, Cor van der Hart, Kattenburg zag ik er net. Ah, dat was echt schitterend.
Maar kijk naar hoe een volk er was, dat is onvoorstelbaar toch? Maar ik heb Sjaak er ook al achterlopen. Maar die nummer 10 die moet gepakt worden, dus Anton die moet uit het centrum komen. We moeten met meer risico durven nemen, jongens. Ze komen er niet uit, je ziet het toch? Ze lopen 4-3-3, ze lopen ze gek te tikken. En zet onder druk als ze er niet uit willen komen. Gooi die ballen erin. En ga niet van 40 meter schieten, want dan bereik je met z'n keeper niks mee. Heb je van Cor van der Hart nog wat geleerd toen je zelf trainer werd? Ja, had je dus, zeg maar, de spelers die het bepaalden, die stimuleerden die er nog. En de anderen gingen mee. En dat deed hij. Ja, nu zegt het is people manager. Management. Maar dat was. Wat ze nu doen, wat ze nu over spreken. Kijk, we lopen nu allemaal te zeiken over druk zetten. Daarnet hoor je al, en dat is heel lang geleden, ja, we moeten druk zetten. Dus dat doen we net of we het nu uitgevonden hebben, maar dat deden we 50 jaar geleden ook al. Hop! Kom aan, Martin. Hou vast. Zo gauw je vangt terug. Elke dag die ik daar ben geweest, vergeet ik niet. Omdat het. Dat was uniek. Ja, ik kende zelfs het volk niet mee zingen, kon ik op Den Haag achter de Darnen. Het was fantastisch. Het verschil tussen Hollandsport en Feyenoord, kan je typeren wat het verschil is? Het verschil is gigantisch. Ik weet nog goed, wij speelden Feyenoord de Europa Cup gewonnen. En die zondag erop spelen wij tegen Feyenoord. Stadion helemaal vol, maar ik weet nog goed. Ome Dirk Nijs, die had toen truitjes gehaald, of die hadden ze daar nog. Groen-wit of zo, weet je wel, met die strepen, de zeebel, alleen een groen-wit. Maar dat was een probleem, dat was 40 graden, dat waren wolletjuitjes. Ah, kijk, dat kon maar bij Hollandsport kon dat wel. Was je blij dat je weer terug kon naar Feyenoord? Ja, toen wel. Toen wel, want we hadden de Europa Cup 1 gewonnen. We gingen voor de Wereldbeker, nou, die heb ik ook meegemaakt. En dan moet je op, de UEFA Cup nog gewonnen. Maar achteraf zeg je, shit man, ik had niet terug moeten gaan. Nee? Nee, heb ik het puur over voetballen. Want ja, ik ben gestopt met trainen en ging weer naar Feyenoord, toen naar de Kuip. Maar als je, zeg maar, bij Hollandsport, toen ben ik naar België gegaan. Ja, ik kwam bij het Nederlands elftal weer en noem maar op. Dus dan zeg je achteraf van, je bent niet goed bij je hoofd dat ik een supporter ben van die club. Want dat was ik, ik was gewoon supporter van Kleinebaan. Was ik supporter van die club. Je ziet Koemelijn spelen. En dan zie je 10 jaar later, zit je hier en Koemelijn zit daar. En dan zit je met Wimpy zo naar elkaar toe te kijken. En waar zei je niet? Kijk, en dat is, maar achteraf zeg ik dan, ik had gewoon 3 jaar eerder of 4 jaar eerder naar een andere club moeten gaan.